We gaan nu ook dat hek. Nergens camera's? Nee, volgens mij niet, volgens mij niet. Stranded in the open. Dried out tears of sorrow. In aflevering 1 en 2 zien we dingen die wij al jaren doen met Harme Frodo. Het inbreken in een verlaten gebouw. En het bompakket brengen bij bekende mensen. Is dat je broer? Nee, ik kan. Dus in aflevering 3 wouden we iets speciaals doen. Dit is Inside Harme Frodo Redemption. Er zijn bij iedereen plekken die indruk op je maken. En waarvan je denkt, daar zou ik wel eens willen inbreken. En een verlaten gebouw blijft altijd cool, maar ook simpel. Er is één ding wat nog veel verder gaat. Een verlaten legerbasis. En toevallig zit er één vlakbij Amersfoort. En voordat we daarheen gingen, wouden we eerst één keer oefenen. En dat deed ik samen met nummer 9 op de lijst, Mr. Madrid. Inbreken op militair terrein. Deze is wel echt spannend. De Treek is een van de grootste bosgebieden rondom Amersfoort. En het heeft heel veel verschillende soorten natuur. Maar één groot deel is afgeschermd door het leger, wat ze gebruiken als schietterrein. En dat leek ons de beste manier om eens even rond te snuffelen op een soort legerbasis. Oké, we lopen hier nu dus letterlijk langs een hek van hiernaast zijn dan echt schietoefeningen en dat soort dingen. In een flash forward aan het begin van de aflevering zie je hoe ik en Mr. Barcelona en Mr. Montreal inbreken in een echte legerbasis. Die zijn 100% illegaal. Ja, dat is wel mooi. Oh, er zit wel prikkel eraan. Dan krijg je het intro en dan zie je meteen ik en Mr. Madrid die inbreken in een andere legerbasis. Echt mogen lopen en zo. Het is nog een beetje stil zitten, want we zien echt overal camerabewaking. Je kunt altijd, als je ergens inbreekt, twee soorten mensen tegenkomen. Als eerste hebben we de groep mensen die daar net als ons niks te zoeken hebben. En wij noemen die de elite. Dan heb je ook de groep die daar wel iets toe te zoeken heeft, namelijk ons. Dat zijn of soldaten, of politieagenten, of FBI. Die zijn we nog nooit tegengekomen. Maar dat is wel altijd een mogelijkheid. Het grappige is dat tot nu toe we nooit politie, leger of FBI zijn tegengekomen, maar wel al een stuk of 3 keer de elite. En de elite kwamen we natuurlijk ook tegen toen ik met Leon inbrak in deze verlaten militair oefenterrein. Daar mensen. Je hebt een gebied, openbare treek, een hek en dan heb je het gebied oefenterrein. En oefenterrein, daar wordt niet altijd geoefend. Er is wel een kans dat er geoefend wordt. Dan kan je daar leuk lokaas spelen. Maar wij wisten dat er waarschijnlijk niet geoefend werd. Je luistert even zo van, hoor ik schoten? Nou, geen schoten. En dan wil je wel heel even een kijkje gaan nemen. Kijk, het nadeel was, wij lopen niet fatsoenlijk over een pad. Wij vallen op. Wij lopen langs een hek. En dan zien we mensen. En die zien ons. Oh, maar dit is echt zo verdacht op dit moment. En in plaats van dat we even denken van, oh, even onopvallend doen. Mensen. Dat moet dus beter bij de inbraak in het verlaten legerterrein. Na het zien van de eerste helft van deze aflevering had ik 3 vragen. 1. Waarom was Leon mee? Kijk, soms sta je dan nog net niet aan de andere kant van het hek. Maar dan zie je wel mensen voorbij komen die waarschijnlijk wel doorhebben dat je dat hek over wil. En dan zit je eigenlijk al fout. Mensen moeten je helemaal niet zien. Dus je moet eigenlijk snelheid hebben. En je moet niet te zien zijn. En dat is helemaal overdag eigenlijk niet te doen. Nu is het even dat je het echt snel moet doen. Als je echt lang gaat twijfelen bij een hek, dan ziet vervolgens iedereen, hè? Kijk, het stomme is, en twijfelen of je een hek overgaat valt op. En rennen valt op. Dus eigenlijk, er is geen goede manier. Maar we proberen het toch. Nu zijn er gewoon echt heel veel mensen. Militaire basis 2, dat is niet een handig idee. En het grappige is dat ik dan met Leon precies hetzelfde meningsverschil heb als ik later ook met Lucas heb. Ga je wel of niet de snelste route nemen over een terrein waar je volledig zichtbaar bent? Of neem je een omweg en neem je een langere route zodat je niet gezien wordt? En eigenlijk hebben ze allebei zo hun voor- en nadelen. Harmen is het niet eens met dat wij het over deze hei gaan rennen. Maar ik snap het niet. Over deze hei rennen. Waarom niet? Je wil enigszins geloofwaardig overkomen.
Kijk, met Leon zeg ik, moeten we gewoon niet doen. Dat, die snelste route is niet handig. Helemaal overdag, je wordt te snel gezien. Met Lucas, in de midseizoensfinale, zeg ik wel, we nemen die snelste weg. Dus misschien was het toch hier ook verstandig om de snelste weg te nemen. Oké, jij rent meteen daarheen, daar tussen de bomen. Opsplitsen is ook altijd een goed idee. Het is jammer dat we dat bij alle missies eigenlijk nooit doen. Want eigenlijk lopen we altijd alleen maar gevaar omdat we met z'n allen veel lawaai maken. Bijvoorbeeld Thijs die vuurwerk afsteekt. What the fuck? Bijvoorbeeld Wouter die tegen dingen aan gaat trappen. Bijvoorbeeld Armen en Lucas die met stangen tegen elkaar gaan slaan. We maken eigenlijk altijd te veel geluid. En als je alleen bent, maak je niet meer zoveel geluid. Kijk, was dus grappig. Als je een hele lange tijd onder spanning zit van, ik word gezien straks misschien, ik zit hier illegaal, ik mag niet, dan ga je alles verdacht vinden. Dan ga je het verdacht vinden als er een vliegtuig overvliegt. Dan ga je het verdacht vinden als er mensen langslopen. Dan is opeens alles eng. Dit is echt niet goed, dit is echt niet goed. En dan kom je erachter, dat prikkeldraad staat zo. Dus wij staan al aan de binnenkant, terwijl we dachten dat we er nog in moesten. Blijkbaar niet. En dan denk je van, oké, maar welk hek wat we over waren gegaan, want we waren echt al 4 hekken over of zo, was dan het hek waardoor we opeens al binnen stonden. Dat was geen knap lesje kaartlezen, kan ik je vertellen. Kijk, dan zeg ik uiteindelijk, het wordt hier al bijna donker. Maar als je al iets van 3 uur op een terrein bent waar je niet meer de uitgang weet en je ziet dat de zon ondergaat, is de donker wel de eerste angst die je krijgt. Want dan vind je en de weg niet meer terug en dan ben je er verboden. En dan zijn we het hek over. En dat is waar we het eerste derde van seizoen 1 verlaten. Wat leren we? Omgaan in je omgeving, zorgen dat je zo'n missie voorbereidt. En dan in de volgende aflevering krijgen jullie een groot idee waar dit hele seizoen heen gaat. Tot ziens, tot later.